Biekwik 1887 moest het zondag in de topklasse opnemen tegen VVSB uit Noordwijkerhout. De thuisploeg heeft in de eerste seizoenshelft 16 punten verzameld en moet dat aantal verdubbelen om zich te handhaven in de topklasse. Want de onderste drie ploegen degraderen rechtstreeks uit de topklasse. Tegenstander VVSB, spelend in de paars-gele shirts, staat boven in de middenmoot. Bij Biekwik mist Petriet Hoksaai. De aanvallende middenvelder heeft een enkel blessure. Na 5 minuten de eerste kans voor Biekwik. Aanvaller Brian Inge ontsnapt aan de buitenspelval, gaat alleen op keeper Van der Meer af. Inge blijft rustig, kapt nog een tegenstander uit en tikt de 1-0 binnen. Een snelle voorsprong voor de thuisploeg op de Essenberg. VVSB heeft nog niets laten zien. Met de eerste corner van de wedstrijd komt ook de eerste kans voor de gasten. Maar de volley van spits Serboni gaat net over. Na de snelle voorsprong zakt Biekwik ver in en laat de Zuid-Hollanders het spel maken. Tot grote kansen leidt het nog niet, maar de thuisploeg vergeet zelf te voetballen en beperkt zich tot verdedigen. Halverwege de eerste helft. Biekwik moet steeds verder achteruit. VVSB-spits Serboni krijgt de bal in de 16. De verdediging krijgt geen grip op de gevaarlijke aanvallen van de gasten. Duel om de bal. Serboni gaat naar de grond en krijgt een penalty van scheidsrechter Zoutendijk. Aanvoerder Vladimir Jozic achter de bal. Snijders kansloos en na 26 minuten staat het weer gelijk. 1-1. Biekwik is aangeslagen en VVSB heeft het beste van het spel. Diepe bal op Frans van Niel. Die haalt verwoestend uit, maar de lat redt de ploeg van coach Mischa Visser. VVSB is beter en laat prima voetbal zien. Goede combinatie tussen Van Laren en Serboni, maar het schot van Frans van Niel gaat ruim over. Vlak voor rust eindelijk Biekwik dat gevaarlijk lijkt te worden. Maar de eindpaas van Renke is niet goed en de thuisploeg gaat met 1-1 de rust in. Na de thee komt Thomas Metsmakers in de ploeg bij Biekwik voor de onopvallend spelende Thomas Mak. Maar de eerste kans is weer voor de gasten. De kopbal gaat maar net naast. De topscorer van Biekwik, Rob van der Leij, heeft nog geen kans gehad. De aanvaller werkt hard, maar wordt nauwelijks in stelling gebracht. Weer VVSB. Biekwik krijgt de bal niet weg. Frans van Niel met een kans, maar een prima redding van Snijders. De rebound komt voor de voeten van Serboni, maar de thuisploeg ontsnapt aan een achterstand. Biekwik heeft met Jorko van Hezel nog een extra aanvaller ingebracht. En hij wordt ook gelijk gevaarlijk. Bal in de 16 meter, keeper Van der Meer is te laat. Omhaal van Hezel, de bal is nog niet weg. Aanvoerder strengelt van dichtbij, hij claimt een penalty. Maar de scheidsrechter geeft alleen maar een corner. Uit de hoekschop weer de kans voor Strenghold, maar prima verdedigd door VVSB. Twee grote kansen binnen 1 minuut voor Biekwik. 5 minuten later, Koen Bosma met de actie en gaat gemakkelijk naar de grond. Een vrije trap op een mooie plek. De bal ligt op 18 meter van de goal. Bosma gaat hem zelf nemen en draait de bal mooi binnen. Snijders is kansloos en VVSB staat met 2-1 voor. Biekwik heeft nog een kwartier om wat aan de achterstand te doen. Maar VVSB komt niet meer in de problemen. De thuisploeg probeert het wel, maar het komt niet tot kansen. In de blessuretijd nog 1 mogelijkheid. Goede aanval over de rechterkant. Invaller Modderman met de actie, maar geen gelijkmaker voor Biekwik. Dat zo de eerste wedstrijd na de winterstop met 2-1 verliest van VVSB. Aanvoerder Aaron Strenghold vond dat Biekwik in de tweede helft bij een 1-1 een penalty was onthouden. Ja, hij lag goed voor mijn voeten en ik hoefde eigenlijk alleen maar met hem links hem erin te tikken. Maar hij pakte me rechts aan mijn zij en ik werd gewoon helemaal naar beneden getrokken, dus kon er niet meer bij. En die bal rolt over de achterlijn en ja, hij geeft een corner. Dus ja, onbegrijpelijk dat je dat niet ziet. Dat is wel beslissend 2-1 achter. Ja, op dat moment waar je vol aan drukken. Ja, klopt. Het was ideaal geweest als we hem kregen, want die gaat er dan gewoon in. Nou, en dan konden we het laatste kwartiertje ook nog even vlammen. Het was heel anders geworden, maar ja, we krijgen hem niet. En daarna komen we er ook niet echt meer door. Dus ja, dat is jammer. Ja.